De nieuwe Nederlandse film Shit Happens wordt gedeeltelijk opgenomen in het Dr. Janssen Centrum in Emmeloord. Omdat een deel van het ziekenhuis leeg staat, is het een geliefde filmlocatie. En voor de acteurs werkt dat ook beter. Het is doodstil en er wordt verder ook niet gewerkt hier. Tenminste, je hoort niks van niemand. Het is heel stil buiten, wat heel prettig is. Dus het is als locatie, als concentratie op de scènes die je moet doen, heel erg prettig, vind ik. Heel erg stil en fijn en alles is bij elkaar. Dus de make-up en de kleding en alles. Het is fantastisch. Ik vind het heel prettig hier. Ik ben het eens met Jeroen dat het heel erg prettig stil is hier. Deze vleugel is niet in gebruik. Dus dat maakt wel een verschil, denk ik, als er echt zieke mensen zouden zijn. Ja, daar word je wel door beïnvloed, vermoed ik. De film gaat over een gezin met 4 volwassen kinderen, waarvan de man in het beginstadium van Alzheimer zit. Dat hebben de ouders lange tijd verzwegen. Totdat het eigenlijk duidelijk werd aan de kinderen dat er echt iets mis was met hun vader. En toen moesten ze het wel vertellen. En dan gaat deze film er eigenlijk over wat dat voor effect heeft op het gezin. De kinderen zijn al wat ouder, dus die komen weer bij elkaar. Die hebben weer met elkaar een hernieuwde relatie, zeg maar. Ze waren een beetje uitgevlogen, maar komen weer terug op het nest vanwege deze situatie. Voor Jeroen Krabbé is het een uitdagende rol om iemand met beginnende Alzheimer te spelen. Wat ik lastig vind is het besef dat je sommige dingen niet meer weet. Terwijl je dat als acteur dus heel secuur moet weten, waar je dingen moet vergeten, waarom je ze vergeten bent. En dan speel je en dan midden in een zin kan je plotseling ophouden. En denk, waar gaat het over? Ik weet het niet meer. Als de rol. Dus dat is ontzettend moeilijk om dat uit te dokteren en uit te vogelen. Onder andere Theo Maassen en Hadewig Mines spelen mee in de film. In het najaar van 2019 moet hij in de bioscoop draaien.